voor heel veel opschudding in de buurt. Te meer omdat er kort voor de eerste brand racistische leuzen op de muren waren gekalkt. En dat blijkt allemaal het werk te zijn geweest van één van de bewoners. Hij werd maandag gearresteerd en heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Een flinke brand verwoest op 6 oktober een verdieping van een pand aan de Van Oostadestraat. Een paar dagen ervoor waren in het trapportaal racistische leuzen aangetroffen. 3 weken later woedde er opnieuw een brand in hetzelfde pand. Ditmaal in een andere verdieping. De schade was bij beide branden aanzienlijk. De bewoners reageerden geschokt en dachten aan een racistische daad. Maar de ware lezing blijkt anders. Met de analyse bleek uiteindelijk dat wij toch bij deze bewoner van 2 Hoog terecht moesten komen. Hij heeft bekend ook. Hij heeft de incidenten van brandstichting zowel op 6 oktober als 27 oktober bekend. En daarnaast ook het kalken van de racistische leus en een inbraak op 2 en 3 Hoog in het desbetreffende perceel. Het is op dit moment volgens de woorden van de verdachte duidelijk een vorm van frustratie in verband met de problematiek waar hij mee te maken had in de familiesfeer en de schulden waarmee hij werd geconfronteerd. De 28-jarige verdachte zei in onze uitzending van 28 oktober nog dit over de brandstichting. Ze moeten gewoon zo spul mogelijk vinden wie de daden zijn. Kijk, ze hebben hier gewoon gericht. Kijk, zoals wij hebben geen vijanden binnen nog buiten. Geen vijanden. Kijk, vind ik vreselijk. Zoiets. De politie denkt met de arrestatie van maandag een einde te hebben gemaakt aan het gerucht dat er racistische motieven in het spel waren. Het pand werd vorige week maandag gekraakt. De krakers willen eerst de verklaring van de dader afwachten voordat ze verdere stappen ondernemen. De benedenbuurman had vanaf het begin al een vaag vermoeden dat de bewoner van 2 Hoog iets met de brandstichting te maken had. Ik denk dat zo raar ging overdag, 's middags. Ja? Wat gebeurde er toen? Ik ben de brug af kwam lopen. En naar huis gehad en dat ik voor die tijd naar thuis was geweest, voorheen nog, en toen daarmee op de brug en had van, nou hoe is het, waar joh, zo, nou, daar had ik gaan naar huis toe, dus ik zat op de tram nog erachter, daar op de hoek nog, en opeens komt hij aanlopen en hij zat met een minuut of 10 met te praten nog, zo, en opeens zit hij van, ja, ik denk dat mijn huis op brand zit hij. Wij hebben zelf de verklaring nog niet gezien en ik weet ook niet of we die krijgen, we gaan er wel achteraan, we willen dat gewoon nog verder uitzoeken. Even kijken wat er nou van waar is en wat er nou precies gebeurt en wat voor ons verder de consequenties zijn op dit moment. Ja, stel dat hij het gedaan heeft, wat is voor jullie dan de consequentie? Nou, daar kan ik op dit moment nog weinig over zeggen. In ieder geval moeten wij nu eerst onderling besluiten wat wij hiermee gaan doen.